night. Clouds have taken all the light. Ik dacht op het moment dat ik het nummer aan het mixen was, dacht ik van jeetje. Dit, als ik het Songfestival ooit zou gaan doen, dan zou dit het nummer zijn. Het is gewoon een gut feel. En ik vind het echt een prachtig nummer. Ik denk, wauw, dat zou echt mooi zijn om dat voor zoveel mensen te kunnen spelen in één keer. Die vorige jaren dan kwam het niet uit, of qua agenda, of had ik al optreden staan. En ook niet het liedje waarvan ik dacht, oh, daar zou ik het mee willen doen. Dat had ik nu wel. Ja, ik had echt een gevoel van, zoals ik het ga doen, moet het met deze song zijn. Ja, dat is alles wat je kan doen. Ja, niet door in ieder geval dansend en rennend over het podium met veren en glitters. Ik ben er niet zo van. Ja, of een toy of iets op mijn hoofd zetten. Of... ja, gewoon simpel houden, gewoon mezelf zijn. Nou, vroeger, hè, toen ik klein was, toen gingen we daar echt voor zitten. Het was echt een leuke avond, daar heb ik goede herinneringen aan. Ging met de familie zitten, was echt spannend, toch? Jeetje, mocht je laat opblijven, want dat duurde eeuwen voordat al die puntentelling door was. Maar dat was echt spannend om naar te kijken. Plus, daar zaten ook nog echt liedjes bij, zoals hè, Sandra Kim met Shemmelavie. Dat vond ik heel erg leuk. En wat had je nog meer? Johnny Logan vond ik leuk. Wat vond ik echt leuke nummers. Ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Nou, wat kijk je nou het meeste uit? Ja, eigenlijk gewoon naar de hele 2 weken. Vanaf het moment dat het begint. Hè, met de persconferentie, dat alle mensen om me heen, vrienden meegaan. Ja, gewoon gezellig. Ik heb echt zin in die 2 weken. Ik denk sowieso dat het een succes is. Het is een beetje wat je er zelf van maakt. Hè, of je een leuke tijd hebt gehad. Maar het zou wel heel fijn zijn als ik in ieder geval in de finale kwam. Dat zou toch leuk zijn. That's why birds...